Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Sims 4. Mijn naam is Larissa en ik ben hier vandaag samen met een gast. Luke. Het is Luc. Mensen die al lang ons kanaal volgen kennen Luc wel. Luc is mijn broertje. Maar ja, toen Luc wegging hadden we rond de 250 abonnees. Nu heb ik er 1500 bijna. Dus ja, heel veel mensen zullen hem wel niet kennen. Luc die komt vandaag, die verveelde zich. Dus hij had zoiets van, hey, Larissa gaat opnemen. Laat ik even lekker gaan kijken wat Larissa gaat doen. Dus ja, ik ga dan gewoon nu even nog wat Sims spelen. Tot de volgende dag of zo, denk ik. Moet even kijken. En dan laat ik Luc zelf ook een Sim maken. En dan, ja, Luc past niet op bij het huis hier. Want ja, alle kamers zitten al vol. En we hebben al extra kamers gemaakt. Dus het gaat niet echt meer passen. Dus ik geef Luc een eigen huis. Ik moet voor de vakanties moet ik zeker 8 Sims afleveringen opnemen of zo. Voor de hele vakantie. Dus dat is echt super werk. Ik moet ook heel veel andere video's editen. Het is echt bijna niet te doen. Dus als Luc het dan leuk vindt, dan kan die gewoon ook af en toe een aflevering overnemen of zo met zijn Sim. En we zien het allemaal wel als die het leuk vindt. Dus ja, nu gaan we gewoon weer verder. Luke Skywalker staat hier nog. Wie is dit? Dit is Fabienne, denk ik. Even kijken. Ja, ik ben hier. Oh, iedereen slaapt. Behalve Luke. Oh ja, want we konden hem niet besturen, inderdaad. Dat was irritant. Dat zei ik de vorige keer nog. Moeten we dus wachten tot iedereen wakker is. Omdat hij maar hier zijn handen blijft wassen. Heb je fucking smetvrees of zo? Stop met handen wassen. Je hebt fucking handschoenen aan. Stop it. Waarom heeft hij Bouda Rock aan? Dat is zo'n Jedi kostuum. Wat gaat hij nou weer zijn handen wassen? Gewoon nu onder. Wat is happening? Wat is happening? Hij stond op fucking Dagoba met een groen vies wees op zijn schouder. Dus nu staat hij zijn handen te wassen constant. Oké, we gaan eens doorspoelen. Is er nog iemand wakker? Oh, Lars is wakker. Moet hij trouwens niet naar een school of zo? Was ik aan het bedenken. Want ik had een keer op mijn laptop had ik ook een kindersim aangemaakt. En die ging gewoon uit zichzelf gewoon naar school. Dus ja, ik neem ook aan dat zij dat ook moet. Het is nu dinsdag, dus ik denk het wel. Maar dat kunnen we ook gewoon zien volgens mij, hè? Hier? Ja, waar? Oh, hier, basisschool. Ja, 8 tot 3. Op, ja, door de weekse dagen dus, inderdaad. Yup, toch dus. Ik dacht al van, dat moet ook vanzelf gaan, hè. Maar ja, ze is pas opgegroeid, dus misschien dat het daar nog niet... Jij zit hier nou alweer een computer te stelen. Oh ja, ik had gezegd dat ik er nog een computer bij zou zetten, hè. Zal ik dat dan maar even meteen doen, want die gast stelt steeds mijn computer, dus... Doen we die even in het inventaris. Een tafel, pakken we maar gewoon zeld of zo. Al is die lelijk, who cares. Computer, nou, we zijn toch rijk, dus... Oh, die hebben we nog op slot, dus... Welke pakken we? Luc, welke pakken we? Die. Die? Ja. En trouwens, als je rare krekels op de achtergrond of zo hoort, dat is buiten. Het is echt fucking warm. Maar ja, dat komt dus echt net zo kut uit nu, dat ik dus zoveel video's moet opnemen. Net op het moment dat ja, het zo warm is. Ik ga over precies een week. Vandaag ga ik op vakantie. Ja, morgen is dat dan over 6 dagen, als de video online komt. Maar het is gewoon niet uit te houden. Mag ik niet zeggen, ga ze helemaal omhoog? Ja. I fucking knew it. Luc gaat hier zijn huis mee volzetten. Zullen wij het dan ook maar doen? Ja. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Nou ja, oké. Okay. We hebben dus een lamp. Oh, we moeten natuurlijk wel een stoel. Dat lijkt me wel handig, hè? Wat heb je gedaan? Ik heb een stoel weggepakt. Kijk even zitten. Oh shit. Oh, zo. Boom. Nu heb ik ook een computer. Nou, eigenlijk was dit mijn computer, maar die computer is toch lelijk. Dus nu pak ik deze. Bam. Oh, Sam moet over een uur naar school. Misschien moet je dan wakker worden. How about that? Stop met slapen, jij. Maar ja, dat krijg je als je midden in de nacht opstaat en gaat roepen dat er monsters onder je bed zitten. Dat is je eigen schuld. Kleding. Outfit wijzigen. Oh, dit is nieuw. Dit is een update volgens mij. Wow, dit is nieuw. Nice. En dan krijg je onder. Wat de? Ja, dus daar moet je naar school gaan. Oh ja, dat is badkleding. Als we gaan zwemmen. Heb je mijn zwembad gezien? Jezus, fuck. Ja, weet ik. Ik heb het huis gedownload. Ik heb het niet zelf gemaakt of zo. Iemand vroeg trouwens in de reacties of dit hetzelfde huis was als Gio heeft. Maar, I don't know. Ik kijk echt geen andere Sims-series van andere YouTubers of zo. Op het moment niet. Ik heb een keer de Sims-serie van Bo gekeken. Maar, weet je, ik heb daar dan geen tijd voor, hè. Ik heb dan altijd zoiets van, in de tijden dat ik video's van andere YouTubers kijk, kan ik ook, zeg maar, video's voor mezelf maken. Dus ik vind dat altijd een beetje een zonde van mijn tijd. Omdat ik, zeg maar, ook gewoon zelf video's dan kan maken, zeg maar. Ja, een beetje stom. Ik snap nog steeds niet. Ja, ik zeg het elke aflevering, maar waarom een fijn brillen wordt als hij gaat slapen? Oh, we hebben echt een fancy koelkast. Er zit gewoon een raam in. What are you doing? Honger. Waar ga je heen? Wat gaat ze doen? Naar de bus. Oh, ze gaat naar de school. Ja, inderdaad. Ik dacht al, moest ze niet eerst eten, maar ze pakt eten en dan gaat ze. Oké. Okay. Het staat hier ook echt zo van, oké. Okay. Chips. Wie the fuck eet er chips als een bij? Is dat chips? Misschien niet chips wel. Ja, chips. Wauw. Ja, het kan allemaal in Sims, hè? Why not? Ben ik nou nog niet wakker? Oh, jawel, ik wel. Ik zit op de wc. Gezellig.
En Maaike ligt te slapen. Ik begon dus zeg maar met Maaike. Dat was mijn allereerste sim. Die had ik speciaal aangemaakt voor deze serie. En toen hadden we Fabienne en mij erbij aangemaakt dus. Omdat het een beetje saai was met één sim. Toen ging Maaike trouwen met Lars. En toen hebben ze een kind gekregen. Even heel snel om je op up-to-date te houden. En waarom Luke Skywalker weer rondloopt? Ja, Luke Skywalker wou Chris Koen de huis slaan. Nou nee, ik heb verkering met hem. Oh, wauw. Ik vind het ondertussen gewoon al fucking 60 of zo. Maar niet hier, oké? Okay? Hier is gewoon B. Hier is hij gewoon de Luke Skywalker van A New Hope in 1977. En dit is mijn dubbelganger. Oh nee, wacht, dit was... Ja, dit is een dubbelganger. We hebben allemaal ineens dubbelgangers en we weten niet hoe, maar... I don't know, ze wonen hier in ieder geval niet. Oh, kijk, ik ga ook eens uit de kop staan. Kijk, hun hier mooi op een rijtje zitten. Het is gewoon Luke at the squad. En dan kom ik aan en ik dan... Jij mag niet. Uh-huh. You can't sit with us. Gewoon de chips van... Ja, ik ga gewoon de chips van... Sam. Van Sam opeten, ja. Oh, Fabienne slaapt wel nog steeds. Hey, iemand die is langer slaapt dan mij, waar dan? Oh, dat is gewoon Fabienne of wat? Die ligt op Maaike's bed. Dat was Maaike's helemaal niet. Ik haal hem altijd door elkaar. Zo irritant. In ieder geval... Oh. Sam moet tijdens gymles heel wat rondjes rennen om conditie en longcapaciteit op te bouwen. Ze heeft het eerste rondje bijna opzitten als ze een gat onder de tribune opmerkt. Precies de juiste grootte voor een klein dutje. Zou de coach het merken als ze een paar rondjes mist? Wat zullen we doen? Gaan we ons verstoppen of gaan we blijven rennen? Rennen voor je zak geld. Ja, ik denk dat het wel beter is. Ja, hoe blijven rennen? Sam kijkt even rond en besluit dat het te riskant is. Maar alleen de gedachte al aan de verkoelende schaduw helpt haar wat harder te rennen. Sam voltooit haar rondjes met een nieuw persoonlijk record. Hey, dan hebben we toch goed goede gedaan, hè? Ja, het had ook zoiets kunnen zijn van... Hey, Sam is doodgevallen omdat ze flauw viel of zo. Huh? Doodgevallen omdat ze flauw viel? Nou, in ieder geval dat ze overrijden is of zo. I don't know. Maar het komt dus toch nog goed. Helemaal goed. Maar ja, misschien kunnen we nu de sim van Luca maken? Ja. Oké. Okay. Zal ik je eerst anders even de huizen laten zien allebei? Dan kun je kiezen welk huis je wil. We wonen in Newcrest, dat is zeg maar nieuwbouw. Dit is zeg maar Willow Creek, dat is gewoon zeg maar groen en zo. Dit is meer de woestijn zeg maar en al. Wow, wat trok het hier nou? Is het hier ook? Oh, vogels. Vuilgaans. Leuk hoor, maar ik vind die dino toch het leukst hoor. Okay, dit is dus ons huis. Ik zal je eerst even... dit huis laat zien, dat is dus die villa, zeg maar. Ik voel me nu echt net zo'n makelaar, maar ik ga je dus even rondleiden. Nou, hier heb je dus eigenlijk een heel groot vijver. Ik dacht dat het een zwembad was, maar dit is helemaal een vijver. Je kunt er eventueel wel een zwembad van maken, als u de leliebladen verwijdert en de fontein. Dan zou het een heel mooi zwembad zijn. Je komt dus hier binnen. Hier heb je dus meteen een lounge, zeg maar. En een bar. En dan kom je hier dus. En dan... Oh, ik heb hier wat vastgepakt, hoor. Hier heb je een badkamer. Hier... Oh, dat zit aan de badkamer vast. Hier heb je een computer, hier heb je nog van alles, een hele hoek, leeshoek. Hier een best een grote keuken, met tafel en alles. En hier heb je buiten ook nog een hele lounge. Dit is zo buiten. Ja, dit is buiten. Oké, dan ga je dus naar boven. Kom je hier uit, weer bij een lounge. Hier is een slaapkamer. Hier is nog een slaapkamer. En volgens mij, oh ja, hier is een balkon. Dat was het, hè? Ja. Dus wat vind je van dit huis? Is het een duurzaam huis? Nou, ik cheat al mijn geld, dus maakt niet zoveel uit. Ah. Oké. Okay. Ja, weet je, heel veel mensen zeiden van, je moet cheaten, het is niet leuk als je gewoon daar blijft zitten, blablabla. Dan van, oké jongens, ik ga al cheaten, oké, heel rustig. Ik wilde het eerst braaf als een goede simmer spelen, maar ja, dan hadden we ook nu niet zo'n huis gehad. Dan hadden we nu amper wat gehad en dan hadden we moeten blijven werken. Nou, hier is dus het tweede huis. Ik dacht dus dat het een vijver en een zwembad was, maar weer ziet u dat de leliebladen in het zwembad liggen. Die kunt u natuurlijk verwijderen en dan heeft u een prachtig zwembad. En een vijver. Maar ja, hier dit huis, dat is dus... ik wist het niet zeker, maar volgens mij was het een foute download toen. Dus daardoor zijn er niet veel meubels en zo. Maar daarom kun je het wel dus zelf inrichten en alles. Dit kun je nog helemaal zelf maken hoe je wil en zo. Dus je hebt hier dan zeg maar... Ik dacht, volgens mij was dit een dansruimte, maar dat kun je allemaal verbouwen. Hier kun je dus een keuken maken of zo. En hier dan een kamer, tv en zo staat er al. Hier een badkamer. En nog allemaal kamers gewoon waar eigenlijk nog niks staat. Dus daar kun je eigenlijk nog best wel veel mee, zeg maar. En als je naar boven gaat, heb je hier een slaapkamer. Hier heb je nog een werkkamer of zo. Volgens mij wel, ja. Dat zijn allemaal verschillende dingen. Oh, dat is ook een slaapkamer met een muur ertussen. Oké, I get it. Dat is een kinderslaapkamer volgens mij. Dan heb je hier nog een hele ruimte. En ja, dit huis is wel wat kleiner, maar dan kun je wel helemaal zelf inrichten hoe je wil. Het zijn allemaal verschillende kamers en zo. We gaan kijken. Meneer, wat wilt u kopen? Welk huis wilt u kopen? Ja, ik vind dat andere eigenlijk mooier, maar ik wil toch deze, omdat ik deze zelf kan inrichten. Dan gaan we dat maar doen, hè. Dan wordt dit dus Luke's nieuw huis. Nieuw huishouden maken om te verhuizen. Oké, okay, hier hebben we dus niet Luke's te zien. Maar zullen we maar even een mantel maken.
Ik heb wel een mooi chapsel. Je hebt echt het mooiste chapsel ooit. Ik zal jou hier even laten zitten en dan kun je het zelf doen. Je moest dus een doel kiezen. Wat is je doel? Wat wil je graag bereiken in je leven? Fortuin, dat dacht ik al. En dan kun je daar weer een keuze uit maken. Belangrijk. En dan kun je hier dus zeg maar eigenschappen kiezen. Perfectionistisch. Slons of de slons. Ja, ben je wel, dus pas wel bij je. Ik ben niet slons, maar ik ben onderhandig. Ja, ook, maar slons ook. Dat is dat je alles gaat slingeren. Dat doe jij ook. Helemaal. Nee. Houd van buiten. Nee, dat wou ik niet aanklikken. Nerd. Nee, man. Ik was eigenlijk net aan het kijken hoe eigenlijk onze shirts eigenlijk hoe matchen. We hebben gewoon bijna hetzelfde shirt, alleen ik roze en jij blauw. Besef dat. Ik was een anime-character of zo. Ja, inderdaad. Dope en cool. Kun je hier je logo aanpassen? Dan kun je kiezen. Jij doet even niet geelopjes, maar je moet ze maar eens proberen, dan zie je het vanzelf. Oh. Je moet ze op één klikken. Ja, die is wel goed. Dit is echt van, I'm gonna punch you in the face, sucka. Wat was dat? Wat staat erbij? Brownie-popje? Ja, je bent een fucking brownie. Ja man, ik wil volle haven. Oh, wat heb jij mooi haar. Kijk jongens, de zie ik weer wat. Wil je Darian Harris zijn of zo? Dat lijkt je niet op Darian Harris. Nee, maar dat haar, dat je hebt blauw haar. Oh zo. Ja man. Ja, dat is gewoon echt zwak. Al dat. Ik denk dat dit het beste is. En waarom heb ik daar zo'n fucking pukkel? Die had ik niet aangekregen. Ja man, Luc Veder. Dat is wel echt beest hoor. Oh, no bad. Ik wou net zeggen, als je die wit had gepakt, you just went full basic, bitch. Ja. Ja, nu gaat dat weer weg. Je kunt ook je huiskleur aanpassen. Ik vind je wel echt donker, hoor. Je bent echt super wit. Dat is niet te wit. Ja, dat is zo. Het staat op mannelijk. Je kunt wel dat wegklikken, inderdaad. Ik zie het ook niet, want je hebt de show aan. Wauw, Luc. Ja, je bent echt een super mooie Sim. Zo sexy. Ja. Echt, hè? Oh my god. Je moet dat op mannelijk zetten. En voor mij is zeg maar, dat zeg maar bruiloften en zo. En volgens mij dat soort shit. En feest is echt verjaardagsfeestjes en zo. Zeg maar huisfeest en zo. Dit ziet wel echt fancy uit. Zwart of grijs? Geen idee. Je weet dat ik geen keuzes kan maken. Dus laat het niet aan mij over. Even diva zijn. Dat zie je ook niet met die lange hand. Ik wil wel fancy zijn. Ik wil wel een mooie Rolex hebben. Ja, ja, precies. Gewoon deze. Wardos! Ik ben als een gangster. Een gangster? Damn, it feels good to be a gangster. Kijk, 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 ik ben een kijkentje. Oeh, Targaryen. Oh my god. Jouw shirt matcht trouwens ook heel goed je headset. En ik bedoel dit echt niet op Sims. Oh ja. Fire! Dit is dan feest. Dat het een militair was of zo. Dan zie ik nou ook allemaal die vrouwen dingen. Dat is dat weg op het klik net. Ik vind dat je wel een broek uit kan. Oké. Ik wil een ballen knijpen. Oké, show ons maar even alles wat je allemaal hebt nu. Ja, ik denk dat het klaar is zo. Dit is mijn alledaagse kleren. Dit is mijn formele kleren. Dit zijn mijn sportieve kleren. Dit zijn mijn slaapkleren, vooral met de mooie konijnenpata's. Vissa-kleding en zwemkleding. En nu begin je dus met spelen, maar pom, 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 pom. Dat gaan wij bewaren voor de volgende keer. Ik heb echt geen idee hoe lang dit is geworden, want ik weet niet hoeveel ik... Nee, 90.000. Oh ja, daar hebben we nog geen geld voor. Oh, ik moet nog even wat geld cheaten voor Luc dadelijk. Maar dat doen we dadelijk even allemaal behind the scenes. In ieder geval, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou leuk dat Luc ook een deel van de Sims-serie misschien gaat overnemen? Doe dan een blauw duimpje omhoog en laat het even weten in de reacties. Ja, vond je het nou leuk? Doe dan ook een blauw duimpje omhoog, abonneer ook even. En dan was het weer. Doei! Later.